Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Marloes, ik ben diëtist en ik ben sportprofessional. En vandaag ga ik weer eens een video opnemen over afvallen. Ik heb het heel vaak over gezond leven of over fit worden. Of ik vind dat eigenlijk ook veel mooier. Maar ik weet dat er gewoon heel veel mensen als doel hebben afvallen. Ik heb er wel eens eerder video's over gemaakt, maar in deze video wil ik me echt centreren op 5 ultieme tips die ik wil geven voor als jij wil afvallen. Er zijn letterlijk honderden tips die ik je zou willen geven, die ik je zou kunnen geven. Maar ik denk dat er heel veel mensen struggelen, worstelen met deze 5 dingen. En dat heel veel mensen hier al super veel winst uit zouden kunnen halen. Oké, ik ga deze intro niet te lang maken. Laten we maar gewoon beginnen met ultieme tip nummer 1. Dat is, stel een goed doel voor jezelf. En daarmee kom ik gelijk weer op hetgene wat ik eerder al zei. Eigenlijk vind ik afvallen, of bijvoorbeeld 10 kilo afvallen, vind ik geen goed doel. Ik zeg wel eens gekscherend van ja, dan zou ik ook een been bij je kunnen afhakken. En dan zou je jouw doel bereikt hebben, want je bent 10 kilo lichter. Eigenlijk is dat niet wat je wil. Dus is niet het enige wat je wil 10 kilo kwijtraken. Maar wat wil je dan echt? Weet je, ga daar proberen achter te komen. Dus probeer niet in x kilo te denken. Maar waarom wil je die kilo's kwijtraken? Waarom wil je afvallen? Waarom is dat belangrijk voor jou? En dat voor jou is echt cruciaal in dit verhaal, want ik merk dat heel veel mensen willen afvallen omdat ze denken dat anderen hun dan leuker gaan vinden, of dat bijvoorbeeld hun man of hun vriend hun dan aantrekkelijker vinden, of nou ja, zulke soort redenen. Echt, geloof me, dat is niet zo. Je wordt niet een ander persoon als jij x kilo, laten we even 10 kilo zeggen, afvalt. Je wordt niet leuker, je wordt niet mooier, je wordt niet aantrekkelijker, je wordt niet... Nee, laten we dat duidelijk hebben, want dat heeft 0,0 met gewicht te maken. Laten we het even specifiek hebben over dat mooi zijn gedeelte, want dat is wat ik heel vaak zie, vooral bij jonge meiden, die denken dat als jij slank bent, dat je dat mooier bent. Maar denk eens even na. Er zijn vrouwen met een maatje meer, of met 2 maatjes meer, of zelfs met 10 maatjes meer, die echt prachtig zijn, die geluk uitstralen, die trots op zichzelf zijn, die hun lichaam ownen en die prachtig zijn. Er zijn ook slanke vrouwen die onzeker uitstralen, die niet blij zijn met zichzelf, die in hun schulp kruipen, die zich weg willen stoppen, en dat is niet aantrekkelijk. Dus of jij dun bent of dat je dik bent, heeft echt nul te maken met schoonheid. Dus zet dat aan de kant. Maar waarom wil je het dan wel? Waarom is het belangrijk voor je? Vind je je gezondheid belangrijk? Wil je ziektes voorkomen? Wil je een goed voorbeeld geven aan je kinderen? Wil je meekomen met de gymles? Wil jij je weer zelfverzekerd voelen? Wil je trots zijn op jezelf? Wil je een bepaald kledingstuk weer passen? Wil je, nou ja, meer genieten in het leven? Wil je, wat wil je? Ga dat eens opschrijven. En dat is je doel. En daaruit komt jouw doel. Misschien wil je wel bovenaan de trap staan zonder dat je buiten adem bent. Of misschien wil je wel ooit 5 kilometer kunnen hardlopen. Of wil je zonder dat je buik in de weg zit je veters kunnen strikken. Of wat is het gevoel wat je wilt hebben? Maak jouw doel ook realistisch. En echt realistisch. Kijk, heel veel mensen komen bij me van Marloes, ik wil 50 kilo kwijt. Nou ja, heel eerlijk, er is een aantal mensen die inderdaad op eigen kracht 50 kilo kwijt kan raken. Maar die... Dat groepje is heel klein. Dus begin eens even met, als we het dan toch over gewichtsverlies hebben, met ongeveer 10% gewichtsverlies van jouw eigen lichaamsgewicht. Dus stel je bent 100 kilo. Als je dan op 10 kilo afvalt, dan heb je zo'n ontzettende gezondheidswinst. En nu denk je misschien van ja, maar dan ben ik nog steeds veel te zwaar. Dat maakt even niet uit, maar je zal je zoveel fitter voelen. Het is zoveel beter voor je knieën. Je hebt zoveel minder kans op verschillende aandoeningen. Oftewel, het is zo'n ontzettende winst voor jouw leven. En daarnaast gaat het niet helemaal niet eens om die kilo's die je verliest. Maar waarschijnlijk leef je dan gezonder, heb je meer energie, voel je je trots over jezelf. En ja, dat is veel belangrijker. Die 10% gewichtsverlies waar ik het net over had, is ook wat ik meestal als doel heb in samenwerking met de huisarts. Meestal streven we dan naar ongeveer 10% gewichtsverlies. Als dat is bereikt,
Zijn we al dik tevreden? Is er al zo'n ontzettende gezondheidswinst bereikt? Alles wat er meer afgaat is mooi meegenomen, maar het is niet voor iedereen haalbaar en niet voor iedereen wenselijk. Ik merk soms dat er mensen zijn die net iets te zwaar zijn volgens de richtlijnen, maar zich wel heel goed voelen en fit voelen en gezond voelen. En waarom zou je dan die paar kilo die je volgens de norm te zwaar bent nog af willen vallen? Ten slotte bedenk je eens, als jij dan jouw doel opleest, voorleest of naleest voor jezelf, hoe graag wil je dat? Is dat een 7 of is dat een 9 of is het een 10? Begint het te sparkelen? Begin je te stralen als je je doel leest? Heb je ontzettend veel zin om dat te bereiken? Dan is je doel goed. Merk je een beetje angst of terughoudendheid of geloof je niet dat je het gaat bereiken? Dan is je doel waarschijnlijk te groot of in ieder geval niet juist voor jou. Vervolgens, ultieme tip nummer 2 is eet voldoende. Dit gaat zo vaak fout als mensen willen gaan afvallen of gezonder willen gaan leven. Ze gaan namelijk weinig eten. Ze gaan denken van, ik moet maar een boterham minder eten. Ik moet maar minder fruit eten. Ik moet maar minder... Nou ja, alleen maar gaat het over minder. Dat gaat de hele dag goed, tot 1 uur of 4. En dan krijgen ze zulke snijtrek dat ze van alles eten wat los en vast zit. Bij sommige mensen gaat het goed tot 1 uur of 8, 9 s'avonds. En dan hetzelfde verhaal, gaat alles naar binnen. Kortom... Focus op voldoende gezond eten. Ik heb letterlijk nog nooit iemand gezien die te veel gezonde dingen at en daardoor aankwam of niet afviel. Dus je kunt niet zo snel te veel eten in gezonde dingen. Tenzij je echt zakken met noten naar binnen gaat werken. Want noten zijn bijvoorbeeld dan heel calorierijk. Maar wees niet bang voor een extra boterham, voor een extra cracker, als je lichaam aangeeft dat hij dat nodig heeft. Hoe weet je nou of jij voldoende eet, of dat het te veel is, of dat het te weinig is? Nou ja, daar komt een poes op schoot. Gezellig, Maukie. Maar daar heb je meerdere methodes voor. Je kunt bijvoorbeeld een app downloaden, zoals bijvoorbeeld MyFitnessPal of Mijn Eetmeter. Daarin kun je bijhouden hoeveel je eet en dan geeft die ongeveer een schatting. Ik herhaal, een schatting. Let ook op dat je die app niet te ambitieus instelt. Ik raad je echt aan om 0,25 gram gewichtsverlies in een week te kiezen als doel. Anders gaat hij waarschijnlijk te strenge doelen stellen. Maar dat is een manier, maar het werkt niet voor iedereen. Weet je, als je weet van, hey, ik vind het heel veel werk om te gaan invoeren, of ik ga er misschien op een gegeven moment obsessief mee om, doe het dan alsjeblieft niet. Wat dan gewoon een hele goede methode is, is luisteren naar je lichaam. Merk jij dat jij snaaibuien krijgt, dat jij het niet volhoudt, dan eet je waarschijnlijk te weinig en kun je beter meer gezonde dingen eten. En dan merk je het vanzelf. Dus bijhouden is echt niet absoluut nodig. Ultieme tip nummer 3 is: neem de verantwoordelijkheid voor je keuzes. Ik merk zo vaak dat mensen zeggen van, ja, ik moest dat wel eten, want er was niks anders. Of ik moest dat wel eten, want ze had zelfgemaakte taart speciaal voor mij meegenomen. Onthoud, je moet nooit wat eten. Jij bepaalt wat jij in je mond steekt. En ik zeg echt niet dat je dan altijd de goede keuze moet maken. Maar als jij besluit om die zelfgemaakte appeltaart te eten, wat ik ook zou doen, want soms wil je dat gewoon niet afslaan, sta dan helemaal achter jouw keuze. Jij maakt die keuze om die taart te nemen. Sta erachter. Geniet van die taart. Op en top. Zorg, ook al vind je het misschien niet de allerlekkerste taart en denk je, nou, dat had niet per se gehoeven, ga ervan genieten. Jij hebt om wat voor reden dan ook besloten dat je die taart gaat eten, dus own it. Neem de verantwoordelijkheid voor wat jij in je mond steekt, want je wordt niet gedwongen om iets te eten. Ik snap natuurlijk dat er situaties zijn die het heel moeilijk maken. Bijvoorbeeld als je bij vrienden gaat eten of als jij misschien thuis bij je ouders eet die op een bepaalde manier koken. Maar je kunt best wel veel situaties een klein beetje omdraaien. Als jij bijvoorbeeld met je ouders samen eet en je vindt dat er te weinig groenten bij zitten, vraag aan je moeder van, joh, wil je een komkommer voor me halen bij de supermarkt? Of haal zelf een komkommer bij de supermarkt. Schaaltje komkommerstukjes, zet hem naast je neer en eet dat erbij. Dan zitten er voldoende groenten bij. En geloof me, van één minder gezonde maaltijd op een dag ga je echt niet aankomen en kun je prima nog mee afvallen. Tenzij je natuurlijk één keer per dag het hele menu van de McDonald's wegkaant, maar dat is even een ander verhaal. Maar oké, in normale situaties, ook al eten jouw ouders stampelt met spekjes en rookworst, als je dat mee eet en je neemt gewoon een normaal stukje rookworst, niet te veel, dan is dat totaal geen enkel probleem.
Maar nogmaals, neem de verantwoordelijkheid. Jij bepaalt wat jij eet en niemand anders. Niemand dwingt je. En prent dat heel goed in je hoofd. Want dat scheelt je zo erg. Dan ga je niet meer denken, oh, wat ben ik zielig. En dit geldt trouwens ook voor dingen die je niet eet. Hè? Want dat merk ik ook als bijvoorbeeld je gaat met je gezin naar het petpark en iedereen neemt een ijsje en jij wil dat niet nemen. Neem dan ook de verantwoordelijkheid. Je bent niet zielig dat jij niet dat ijsje neemt. Want jij neemt dat ijsje niet om jouw doel te behalen. En daar kreeg je die kriebels van. Daar werd je zo enthousiast van. Dus het is niet zielig dat jij dat ijsje niet eet. Nee, het is gewoon een hele mooie keuze. Als je dat ijsje wel eet, is het ook een hele mooie keuze. Want dan had je er kennelijk heel veel zin in. Maar hoe dan ook, neem de verantwoordelijkheid. Ultieme tip nummer 4 is: wees niet te streng voor jezelf. Dat bedoel ik in de breedste zin van het woord. Weet je, ik zie heel veel mensen die gaan een bepaald dieet volgen, waardoor ze hun hele eetpatroon moeten omgooien. En waardoor ze alles moeten eten wat zij eigenlijk niet zo lekker vinden. En alles moeten laten staan wat ze juist heel lekker vinden. Ja, dat gaat niet werken. Weet je, ga echt jouw leefstijl aanpassen op een manier die bij jou past. En wees dus daarin niet te streng voor jezelf. Wees ook niet te streng in de zin van: dit mag ik niet eten. Nee, je mag alles eten. Alleen bepaalde dingen kun je beter minder nemen dan andere dingen. Maar ga geen dingen verbieden, want dat schiet niet op. Weet je, daarmee bereik je niet wat je wilt bereiken. Ik wil zo graag dat je ontspannen, bewust en vrolijk met eten kan omgaan. En dingen niet mogen hoort daar niet bij. Verder is het ook heel belangrijk om je te realiseren dat je fouten gaat maken. Iedereen maakt fouten. Ook ik, ook de grootste gezondheidsguru op deze wereld, die maken fouten. Weet je, niemand leeft perfect. Niemand eet perfect. Niemand beweegt perfect. Dus verwacht dat ook niet van jezelf. Vaak zijn we veel te streng voor onszelf. En ga dat alsjeblieft niet doen, want je schiet er echt helemaal niks mee op. Dus af en toe iets ongezonds eten hoort er gewoon bij. Weet je, als je dat niet meer mag, dan ga je het sowieso niet volhouden. Ja, misschien voor 3 weken of misschien voor 3 dagen, maar niet voor je leven lang. En dat is de bedoeling, hè? Dat je jouw leefpatroon gaat veranderen. Dus werk stapje voor stapje voor stapje. Niet alles tegelijk. Dat hoort ook bij dat niet te streng zijn voor jezelf. Verwacht niet dat je morgen, dat hoor ik heel vaak, hè? Morgen ga ik beginnen. Nee. Morgen ga je langzaam beginnen met veranderen. Het is niet dat je vandaag nog heel ongezond eet en dat je in je vingers knipt en dat je morgen heel gezond eet. Weet je, zo werkt het niet. En dat gaat ook, je gaat het niet volhouden. Echt niet. Nu denk je misschien van wel, maar geloof me, je gaat het niet volhouden. Dus neem kleine stapjes. Zorg dat je altijd vooruitzicht hebt van, hey, ik ga nu misschien nee zeggen tegen dat taartje, maar vrijdag of welke dag dan ook ga ik wel dat taartje nemen. Dat je altijd daarnaar uit kunt kijken. En ik geloof echt heel erg in dat je elke week meerdere keren iets ongezonds mag eten. En sommige mensen nemen dan een klein stukje. Bijvoorbeeld elke dag een klein stukje chocola. Dat kan prima als je wil afvallen. Andere mensen, zoals ik, kiezen ervoor om in het weekend 1 of 2 echt grotere genietmomentjes te hebben. En het kan variëren tot een reep chocola of een halve zak chips of een wijntje en toastjes erbij. Maakt niet uit. Weet je, maar dat ook, geloof me, kan als jij wil afvallen. Wel natuurlijk als je ook een klein beetje beweegt, dan hoef je echt geen hele gekke dingen te doen, hoor. Maar als je de hele dag alleen maar op je kont zit, dan wordt het lastig. En dan bedoel ik niet per se die dag dat jij dat lekkers neemt, maar over de hele week. Zorg dat je beweegt, maar ook daarin, wees niet te streng voor jezelf, ga bewegen naar wat realistisch is. Dus niet 5 keer per week of 6 keer per week als je nu 0 keer per week doet. Maar als je nu 0 keer per week doet, begin dan met 1 keer per week. Hou dat vol, zodra dat goed voelt, zodra je denkt, ja, dit kan ik, dan kun je eens kijken van oké, ga ik misschien naar 2 keer per week. Maar niet gelijk te ambitieus. Ultieme tip nummer 5. De laatste die ik je vandaag wil meegeven. Ik heb hem al een klein beetje laten doorschemeren, maar neem de tijd. Heel veel mensen denken van, ik ga nu beginnen, dan ben ik over 3 maanden op gewicht en dan ben ik klaar. Nee, je bent dan niet klaar. Want als je dan weer teruggaat naar hoe je leefde voordat je dit begon, ga je weer aankomen. Dus het is een leefstijlverandering. Het is iets wat je meeneemt voor de rest van je leven. En dus ook de veranderingen moeten haalbaar zijn. Niet alleen nu, niet alleen over 5 jaar, maar ook voor de rest van je leven. Dus hou dat constant in de gaten.
Natuurlijk zijn er echt periodes dat je ervan kan afstappen. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat of zo, stap er lekker vanaf, weet je. Eet even wat meer ongezonds, beweeg even wat minder. Helemaal prima. Maar daarna ga je weer terug naar je gezonde leven. Want dat is de enige manier waarop jij fit en energiek en gezond blijft voor altijd. En dan zul je misschien denken van ja, maar ik wil het liever snel. Ja, iedereen wil het liever snel. Maar geloof me, er is geen manier waarmee je snel afvalt wat blijvend is. Als dat wel zo was geweest, dan hadden artsen dat al lang al op grote schaal ingezet. Omdat overgewicht echt een groot probleem is in onze maatschappij. En er echt verschillende aandoeningen en ziektes achterweg kunnen komen. Dus geloof me, er is geen makkelijke manier. Anders hadden we die al lang al gebruikt. De enige manier is er tijd en energie en moeite in te stoppen. En als jij dat bereid bent om dat te doen, dan kom je er. Dat weet ik zeker. En zeker als je deze tips gaat gebruiken, dan kom je er. Dat weet ik zeker. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Dus ook nog even een bonus tip. Zoek begeleiding. Zoek iemand die je daarin kan steunen. En wie dat is, kan jij helemaal bepalen. Het kan een diëtist zijn, maar het kan ook een psycholoog zijn. Het kan ook een andere coach zijn. Maar neem iemand waarbij jij je goed voelt. Waarbij jij het vertrouwen hebt. Dus verdiep je in een website, verdiep je in een methode. Ga het doorlezen en ga voelen van hey, past deze persoon bij mij? Past deze methode bij mij? Past het in mijn leven? En ja, staat de manier van coaching me aan? En als dat zo is, dan is er dikke kans dat die persoon je ook echt kan helpen. Mocht je zoiets hebben van, hey Marloes, kan jij me niet helpen? Ja, dat kan. Je kunt me volgen op Instagram, daar geef ik heel veel tips. @OptimaVita. Je kunt me volgen op Facebook, ook OptimaVita. Je kunt mijn blog lezen, optimavita.nl. Daar komen heel vaak nieuwe artikelen over gezond leven uit. Je kunt mijn YouTube filmpjes volgen. Abonneer je helemaal gratis op mijn kanaal. En dan zie je al de video's met al mijn tips die ik je geef. En ik heb ook een online cursus. Ik moet alleen zeggen, op dit moment draait die niet. Want ik ben op dit moment zwanger. Dus het duurt nog even voordat de nieuwe groep start. Maar wil je op de hoogte blijven dan kun je eens een kijkje nemen op cursus.optimavita.nl. Het duurt waarschijnlijk tot ergens in 2022. Ik schat zo februari of maart 2022 dat ik de nieuwe groep ga starten. Maar ja, dan neem dan daarvoor dus een kijkje op cursus.optimavita.nl. Maar tot die tijd staat er dus ontzettend veel informatie op mijn blog en op mijn YouTube kanaal, op mijn Instagram en op mijn Facebook. En als je meer wilt, zoek dan gewoon een begeleider bij jou in de buurt. Of kijk bijvoorbeeld naar online begeleiders, want die zijn er ook echt heel veel. Ik hoop je met deze video heel veel informatie te hebben gegeven. Ik hoop dat je er wat mee kan. Mocht je ervaringen willen delen of vragen hebben, dan kan je dat hier altijd hieronder kwijt. Ik probeer zoveel mogelijk te reageren, maar helaas lukt me dat niet op iedereen. Dan nu, ik wens je een hele fijne dag verder en heel graag tot in een volgende video. Doei doei!